Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's All Tracks, de enige echte. Nou, we gaan weer even naar het park Vogelenzang. Het is zondag vandaag. En leg het nou allemaal lenzen of ik weet niet, maar ik zie een paar vlekken. Maar goed, mag de pret niet drukken. Voor mij is mijn lens een beetje vies. Maar goed, ik zit nou met mijn vingers te doen, is ook niet echt handig. Maar ja, het is zondag. En vandaag is het Storm Ellen. Nou, vanmorgen en vanmiddag was het enorm stormachtig. Het is nu al ongeveer bij 4 is het. En de storm is nu al een klein beetje gaan liggen. Laat ik het maar dus even afkloppen. Want ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Storm, ja, kan altijd weer ineens oplaaien. Maar goed, in ieder geval zijn we weer in Vogelenzang. En we gaan weer kijken naar, we gaan weer even kijken in het Vogelenzangpark. Ik ben best wel benieuwd of dat er nog een beetje storm geweest is en of dat het nog een beetje schade heeft veroorzaakt. Gisteren natuurlijk naar Feyenoord geweest, dag daarvoor naar de Efteling geweest. Dus het was wel weer een productief, weekendje heb ik weer achter de rug. Aardige vlogs opgenomen en jullie hebben het gezien. Als jullie dit gezien hebben, dan is het ook vlog 666 geweest. Wel een beetje humor. Wel leuk. Oh, ik had zo'n idee van, laat ik een speciale maken. Nou, het ging dus over mijn YouTube kanaal. En ik hoop dat jullie hem leuk gevonden hebben, in ieder geval. Nou, normaal begin ik altijd pas hier de vlog, maar ik was hem nou al eerder begonnen. En we zien al de eerste schade al, hè. Kijk, allemaal water allemaal en, moet weer teruglopen, want anders zien ze het weer niet. Kijk, Niro zijn twee boompjes omgevallen. Dus er is alweer, toch alweer aardig wat schade. Nou, we gaan eens even kijken wat verder nog de schade is. Ja, allemaal ondergelopen. Weiland, gras, kijk hier nog die twee bomen die omgevallen zijn. En ik ga vandaag geen natte voeten krijgen. Zo gauw als het onder water staat en ik niet verder meer kan, dan ga ik gewoon weer terug. Ik heb vandaag geen zin om natte voeten te krijgen. Dus, vandaar. Nou, hier ook weer een boompje omgevallen. En hier nog een takje. Oh, en daar ook nog een boompje zie ik. Ja, het heeft natuurlijk wel aardig wat gestormd. Aardig wat storms gehad de afgelopen drie weken. Ja. Dus begon die met die ene die met die hele moeilijke naam. En toen kwam storm Dennis, zoals vorige week. En deze week storm Ellen. Oh ja, hier heb je nog wat meer schade aan de bomen. Dus, ja. Hier is er eentje echt helemaal uit zijn kluit gegaan. Maar ik denk toch, ga toch nog even een vlogje opnemen. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, omdat het zo enorm stormde. Het was ontzettend slecht weer. Maar het is iets minder geworden, dus nu kan ik wel even een vlogje opnemen. Of het gaat keihard regenen, dan ga ik gelijk weer rechtsomkeer. Ik heb geen zin om vandaag nat te worden, nee. Ik heb ook nog even een paar rectificaties. Heb ik ook nog eventjes nog even wat dingen kwijt. En dat is de vlog van de Efteling. Deze dag was deze dag veranderde alles of zoiets. Zo heette die naam. Vlog was dus de beruchte Efteling vlog door het even misging allemaal. Daarom is deze dus wel. Ik wou hem eerst helemaal niet online zetten. Maar ik vond het eigenlijk zonde van het beeldmateriaal om hem niet online te zetten. Dus ik heb hem geknipt, bewerkt, muziekje eronder. Weet ik veel allemaal wat ik gedaan heb. En ik heb hem in ieder geval veranderd, zodat hij toch online staat. En ik hem toch kon plaatsen. Ik vond het toch zonde om zoveel minuten aan uren kwijt te zijn. Alleen maar door één dom persoon die de boel voor vijf mensen vergold heb. Dus
ja, daarom in iets andere aangepaste wijze heb ik hem online gezet. Nou, verder nog natuurlijk naar de Efteling geweest. Jullie hebben dat al gezien in de andere vlog. Daar had ik al een klein beetje een beetje verteld hoe het geweest was, wat ik ervan vond. Het was ontzettend leuk. Ik heb het in de andere vlog ook al verteld. Maar het was echt een ontzettend leuke vlog. En het geeft alleen maar weer moed om door te gaan met dit kanaal. Want ja, we gaan natuurlijk niet stoppen. Het zou natuurlijk doodzonde wezen om nou te gaan zitten stoppen ermee. Want ja, we zijn al zo lang tijd bezig. En we gaan gewoon door met leuke video's maken voor jullie. En dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste gewoon, vind ik. Gewoon lekker doorgaan. Ik weet dat ik een heleboel mensen verdrietig maak als ik ermee stop. Dus we gaan gewoon lekker door. En we gaan dit jaar natuurlijk ook weer knallen met een heleboel leuke dingen. Mijn sjaal zit een beetje in de weg. Ja, ik heb even een sjaal en een mutsje opgezet, want het is echt ontzettend koud. Kijk, dit is alweer een pad dat je zegt van nou, dat wordt weer natte voeten. Het is, kijk, dit stroomt ook gewoon dadelijk buiten zijn oevers gewoon hoor. Dit is gewoon zo hoog. Gewoon door alle regen en alle regen die er gevallen is. Is dit gewoon een beetje, is dit zo opgehoogd dat ik bang ben dat hij dadelijk uit zijn voegen vliegt. Maar goed, we gaan het in ieder geval wel zien. In ieder geval, ja, ik wou natte voeten houden, maar zo te zien komt daar alweer de volgende hindernis aan. Het is vandaag lopen met hindernissen hier ook. Ja, dat heb je met dit weer, hè. Ik ga proberen om een lange aanloop te nemen en dan te springen. Laat ik dat eens proberen. Zullen we dat eens doen voor de grap? Laten we dat eens even voor de grap doen. Nou, daar komt hij hoor. 1, 2, 3. Ja, gered. Mooi zo. Dan kon ik er even mooi overheen springen. Anders had ik daar weer van die natte poten. Ik heb geen zin om natte poten te krijgen. Nou, hier de telefoonmast. Jullie weten het, hè. Het is gewoon even kijken. Ik wou toch nog even een wandelingetje maken. Dan zit je weer de zondag weer helemaal binnen. Gisteren natuurlijk ook even de deur uit geweest, gisteravond. Was natuurlijk Feyenoord tegen Fortuna Sittard. 2-1 overwinning. Nou, het is een overwinning die we snel weer moeten vergeten. Want om nou te zeggen van god, het was goed. Het was echt bar en boos. Zo slecht was het. Maar goed, in ieder geval 3 punten en dat is het belangrijkste. En we kunnen nog steeds omhoog kijken. Nou, hier hebben we de volgende hindernis alweer. Hop, dan gaan we gewoon even langs de zijkant. Ja, het is een beetje nat allemaal. Ik denk dat ik dadelijk gewoon weer die andere weg neem, deze weg. Want het is een beetje nat allemaal hier ook. En om nou te zeggen van ik heb geen zin in een nat pak vandaag. Nou, eens even kijken dat we nog het een en ander aan schade zien. Ik zag daar volgens mij weer een paar van die kale takken. Dit is ook alweer helemaal buiten zijn oevers bijna, dit ook. Ja, het is echt bijster slecht weer is het. Kijk, hier kom je dadelijk weer uit. Ga ik deze weg nemen, want dat is een stuk makkelijker. Maar in ieder geval, kijk eens het water jongens, hoe hoog het staat. Nou, hier zie ik ook alweer een paar takken die gebroken zijn, half gebroken zijn, een beetje ontmanteld zijn. Dus ja. Zo. Als je goed kijkt, dan zie je dat er toch wel best wel een ravage heb aangericht hier ook. Het is natuurlijk al. De eerste week was het ergste. Toen heb ik echt een paar dagen vreselijk gestormd. En twee van die grote stormen erachteraan. En dat heb ik niet echt. Dat is niet echt goed voor het park. Hè? Het park ondervindt er natuurlijk een beetje leed aan. Want het is natuurlijk
Kijk, je ziet hier ook wel, ja, allemaal takken afgebroken allemaal. Je zag het zelfs in de Efteling, zag je het van de week. Dat storm echt wel huis gehouden heb en een hoop schade aangericht heb. Dus ik vind het altijd even lekker, hè? Even lekker een wandelingetje in de bossen. Ik vind het altijd heerlijk. Daar geniet ik altijd van. Geef mij de bossen maar. Lekker wandelen, een beetje lekker lopen, een beetje de natuur in. Ik vind het mooi, ik hou ervan. Nou, hier heb je het ophaalbrugje weer. Gaan we nog even naartoe. En dan gaan we dadelijk weer terug. Maar in ieder geval, het is een aardig. Natuur op aardig zijn werk gedaan hier ook. Aardig wat schade. Het is vandaag. Deze weekend is ook het carnaval begonnen. Nou, ik ben niet zo carnavaller. Ik ben een Zuid-Hollander. Zuid-Hollanders die. Ja, sommigen wel. De meeste Zuid-Hollanders hebben ook niks met carnaval. Ik heb er ook helemaal niks mee. Kijk eens hier, jongens. Hier is wel een hele hoop schade. Kijk eens. Alles ligt door elkaar heen, over elkaar heen. Alles is een beetje naar de klote geholpen. Dat is aardig wat schade. Nou, voor de rest valt het wel. Ellende. Het is buitenpad, hoe het heet. We hebben ook al heel veel keer gelopen op het stukje natuurlijk. Dus of het laarzenpad was het. Kijk, dat was het. Het was het. Het laarzenpad was het. Het laarzenpad. En ik denk de hele tijd dat daar ook iemand staat. Maar voor mij is dat. Oh ja, dat is ook iemand. Ik dacht, is dat nou iemand of is dat nou niet iemand? Maar. We gaan nog even verder kijken, jongens. Ik ben reuze iemand. Oh, mooi. Wat een schade. Kijk eens. Dus, ja, rug op wat hier. Gaan we even kijken. Dat is de wijk De Hoek hierachter. En als je die kant op gaat, rechtdoor lopen, waar we nu heen lopen, kom je bij de Paardenmanege uit. Dus we gaan eens even kijken. Ik ben benieuwd. Het is voor aardig wat schade. Ik ben benieuwd hoe het bij het tweede park is, want dat daar ook nog zal wel. Maar het is echt. Ja. Prachtig hier. En dat, ik denk nog geen 2 kilometer van huis vandaan. Dan zeggen ze van ja, dan moet je ver reizen. Want dan kan je mooie plekken zien. Nou. Helemaal niet waar. Je hebt al, als je de deur uitkomt, heb je al plekken waar je mooi kan filmen en leuke videoclipjes kan schieten. Nou, daar is nog een ongewaaide boom. Helemaal. Oh, kijk, ze hebben toch weer een nieuw hek geplaatst. En de laatste keer dat we hier waren, toen hadden ze die hekken en zo en die dingen al allemaal gesloopt. Ze hebben nou weer een mooi nieuw hekje geplaatst.
Oh, kijk daar verderop. Er is ook nog een boom omgewaaid. Kijk eens. Zo. Gewoon de hele doorgang is helemaal versperd. Maar ze hebben gewoon dus weer een nieuw hekje geplaatst. Nieuwe linten eromheen gehangen. En een nieuw hekje geplaatst. En ja. Ja, hebben ze mooi gedaan. Het is in ieder geval weer een beetje zicht. Het is gewoon te gevaarlijk om bij die bomen om daar gevaarlijk te lopen. Ik kan nog wel even een klein stukje rechtdoor lopen nog. Maar ja, ja, verderop houdt het park eigenlijk op. Dus ja, ik denk dat ik maar weer terug ga lopen. Het is ook al laat al. Dus in ieder geval zijn we weer een nieuw hek geplaatst. Misschien hebben ze mijn vlog wel gekeken en gedacht van hé, het hek is omgewaaid, laten we dus even een nieuwe neerzetten. Dus dat is in ieder geval ook weer gefixt. Goed gedaan. Ja, meestal als de monumenten zorgen of zo, monumenten, of hoe heet dat? Natuurmonumenten, dat is een natuurmonument. Nou, hier is ook een boom omgewaaid. Omgewaaide bomen helemaal. Het is helemaal omgewaaid en ja. Nou, dan gaan we de brug weer op, jongens. Dan gaan we weer terug. Kijk eens, een klein strandje voor de honden. Altijd leuk. Hier heb je ook de fluisterboot. Komt hier altijd bij. Ja. Kijk eens. Al die bomen allemaal, mooi hè. Prachtig. Ja, en daar een stukje natuurgeweld. Het heb ik wel vreselijk gestormd ook. Ik dacht even dat mijn hekwerk eruit lag. Bij Alinda was wel, de hek, was wel het hek eruit gewaaid. Dus, ja. In ieder geval ben ik voorlopig weer even druk bezig met al deze video's allemaal editen. Want ik heb er nog maar één geëdit en dat is die voor vanavond. Dat ik naar de Efteling toe ga. Die hebben jullie natuurlijk al lang gezien. Dus kun je nagaan hoe ver ik voorloop. Ja, ik wou nou eigenlijk eens even de knoop doorhakken en die 666 aantikken. Of in ieder geval, ja, de bovenal ben ik nu inmiddels al. Maar die 666 die wou ik nog eindelijk eens een keertje aantikken, want dat duurde me eigenlijk te lang eigenlijk. Daarom heb ik dus weer een hele hoop gedaan, een heleboel vlogs opgenomen, een heleboel dingen bezocht, naar de Efteling geweest. En binnenkort gaan we weer een keer naar de Efteling. Ik weet nog niet in wat voor formatie. Dat leg ik ook aan de mensen zelf, leg het, wanneer we weer naar de Efteling gaan. Maar ja, het is afwachten. Ik leg ook aan de mensen dat ze mee willen. Ik kan ze natuurlijk niet verplichten. Dus we gaan het wel zien. En het leg ook een beetje aan vertrouwen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het vertrouwen is er wel weer. Kijk eens, wat een mooie vegetatie. Zo, dan gaan we weer lekker terug. Ik heb het wel weer gezien, ik moest nog even cola halen. Cola was weer op. Dus ik moest er eventjes een voorraadje cola halen. Want ja, je weet het hè, Marco en cola. Zonder cola, dat kan gewoon niet. Dat is geen Marco hè. Marco is cola. Ja, en als de cola dan op is, dan moet je toch even op je vrije zondag eventjes nog even naar de boodschappen. Moeten we nog even boodschappen doen. Het was echt ontzettend slecht. Ik dacht eerst met mijn eigen van, nou ik ga wel eerst even naar de... Mooi op mijn wijk en dan haal ik maar één cola flesje. Maar ik vond dat de storm wel aardig aan het liggen was. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga toch rijd gelijk even langs Vogelenzang om nog even een leuk vlogje op te nemen. En volgens mij is dat wel aardig gelukt, toch? Even een half uurtje weer een leuk vlogje van de storm Ellen. Lopen, want
Nee, het is allemaal zeiknat. Ik ga dat niet doen. Ik heb al in het begin gezegd, ik ga geen natte voeten vandaag krijgen. Daar heb ik geen zin in. Maar ja, als je goed kijkt, dan heb je er ook hier een flinke storm. Storm huis gehouden. Dus. Maar je kan echt niet hier binnen doorlopen of zo. Kijk, het is allemaal zeiknat. Je hebt echt geen plekje dat je even zegt van nou, ik loop eventjes tussen de in de bossage of zo, want dat is allemaal niet te doen. Ja, of je moet kaplaarzen hebben, dat, dan kan het wel. Met kaplaarzen kan natuurlijk alles. Oh, hier zit zelfs nog een sloot tussen, zie ik nou. Maar je ziet het allemaal stormschade. Alles is stormschade allemaal. Omgewaaide bomen, takken. En ja. De natuur is vreed af en toe. Zo, doe even mijn gebit uit. Dat ding dat knelt als de kleren, zeg. Jeetje Christus. Zo. Nou, dan gaan we er weer uit, jongens. Oh, zo. Schrik maar. Ik heb afgelopen weekend, want het weekend is alweer bijna om. Ik heb het afgelopen weekend een beetje te veel naar horrorfilms in de bossen zitten kijken. Mijn telefoon die gaat af en ik schrik me eigenlijk werkelijk helemaal de klepblazers. Dat was Joost, was dat. Dus ja. In ieder geval, hier heb ik het laarzenpad. Dat ga ik hier denk ik nog eventjes in. Om even te kijken of ik even een piesplek ik heb binnen. Ik moet zeiken. Oh, verschrikkelijk. Dat heb je ook met dit weer, hè? Dat je ontzettend snel naar de wc moet om te piezen. En dan kunnen we misschien nog eens eventjes wat dichterbij kijken. Kijk, dit is wel een mooi paadje, dit. Dat andere lazenpad, dat is helemaal niks. En hier kan je nog wel aardig wandelen, zie je. Zo, kijk eens handig. Zo. Ja, hier ook, hè, allemaal omgewaaide stukken takken en stukken van halve bomen en zo. Je ziet ook dat het hier een beetje een chaos is. Dus ik ga even een sanitaire stop houden en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Wat een puinhoop. Zo, nou, we zijn weer terug in ieder geval. Ik ga weer verder. Even sanitaire stop gedaan. Even een checkie opgestoken. En even kijken wat er nou zo belangrijk was. Dat was de groepsapp. We hebben natuurlijk een groepsapp. En ja, super leuk dat die groepsapp er is, jongens. Ik vind het nog steeds hartstikke fijn. En ik bedenk me nou ineens dat ik even wat vergeten ben om te zeggen. En dat wou ik nog even zeggen. Ja. Ricardo, het geldt niet voor jou, dus je hoeft niet bang te zijn dat ik je weer opzadel. Ricardo wil een hekel als ik hem opzadel. Maar ja, jongens, de jongens die erbij waren, en dat zijn dus Joost en Kevin, bedankt voor de gezellige vrijdag in de Efteling. Het was echt een super dag. Ik heb echt alleen maar gelachen. We hebben weer ouderwets gelachen, we hebben weer helemaal stuk gegaan. We hebben weer gejankt van het lachen. En dat is heel erg belangrijk. En ik dacht eventjes dat ik dat kwijt was. En ja, blijkbaar gelukkig dus niet. Gelukkig kunnen we dus ook nog leuke vlogs maken. En laten we gewoon deze dingen, ja, laten we het gewoon zo vasthouden. En gewoon hele leuke video's maken. Dus ik wil hierbij nogmaals Joost en Kevin bedanken voor zaterdag. Super, en ik heb echt weer alle vertrouwen in dat we in 2020 weer hele leuke video's gaan maken. Nou, ik ga in ieder geval doorlopen. Ik draai even de camera weer. En hier heb ik dus de Bojoelaan. En wij gaan dus weer die kant op, richting auto. Die kant op. Nee, ja, die kant op. Staat alleen zo'n hoge toren staat er nou voor. Maar ja, wij gaan weer terug, jongens. Ik heb eigenlijk wel weer
genoeg gezien voor vandaag. Ik ga lekker naar binnen toe, lekker naar huis toe, lekker naar binnen, lekker de warme kachel opzoeken. En ja, het was weer een leuke vlog, eventjes toch in het Vogelenzangpark even geweest. Even wezen kijken. Ik was toch benieuwd of dat er nog wat schade was. Is wel wat schade, maar ik vind het op zich vind ik het eigenlijk nog wel meevallen met schade. Ik had het erger verwacht. Ik had het erger verwacht. Maar goed, in ieder geval was dit weer de video, jongens. En dan gaan we weer lekker teruglopen. Ik heb het alweer gehad. Kijk, hier zie je ook een beetje en zo wat. Een beetje beschadigingen. Het valt op zich vallen nog mee. Ik heb al een paar grote bomen gezien, dat wel, maar ik had het erger verwacht. En toch kan de natuur wel aardig stand houden. Maar hier zie je dus ook, hier zie je ook een paar takken, zie je allemaal eromver en zo. Dus ja, het is in ieder geval echt mooi. Oh, de Schotse Hooglanders die staan nou daar zo. Kijk, daar staan de Schotse Hooglanders. Zo, lopen er zo voorbij. Ik probeer een peukje op te steken, maar dat gaat er niet door de wind. Hè. Ik vind het nou lullig dat ik mijn peuk niet op kan steken. Die wind die zit er precies onder. Nou, dan rook ik dadelijk maar eventjes. Ik krijg hem niet aan. Ik krijg mijn peukje niet afgestoken. Er staat echt veel te veel wind voor. Kijk, de Schotse Hooglanders die staan nou hier alweer. Daar staan ze. Ja. Daar heb je ze hoor, de Schotse Hooglanders. Ze zijn overgestoken. We staan nou hier opgesteld. Ja, dat is wel gevaarlijk geweest. Als je dan tak ineens op je kop komt, dan is het gewoon schot zo, want dat is niet echt fijn. Zo om het een beetje te bewegen, maar de wind waait ook best wel. Maar dat zijn dus de Schotse Hooglandertjes. In ieder geval ga ik hem dus even afsluiten. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Thanks for watching. En dit was weer eventjes een vlogje vanuit Vogelenzang. Ja, natuurlijk heb ik even een paar keer flinke storm geweest. Ik was hier nog niet geweest na de storm, dus ik denk ik ga eens even kijken. Nou, we hebben weer het een en ander kunnen zien. En we komen hier zeker weten nog heel vaak terug, want ik vind het wel een ontzettend mooi park. Kijk, dan lopen er trouwens, loop ik er echt vlak langs en dan film ik ze niet. Kijk eens, daar zijn ze hoor, de Schotse Hooglandertjes. Daar staat er eentje. En daar staat er eentje. Kijk, daar hebben we nog eentje. En daar heb ik nog eentje. Ja, hartstikke leuk toch? Hartstikke leuk, hartstikke gaaf. Dus, hoppakee. Nou, in ieder geval, dit is weer de wijk Vogelenzang. Er staat mijn auto geparkeerd. En deze plaats, daar waren we net binnen gelopen. Maar ja, er staan er ook nog een paar, zie ik. Hier waren we net naar binnen gegaan, dus we hebben een rondje gelopen. Dus ik vind het eigenlijk wel best, jongens. Ik zou zeggen, ik zou in ieder geval zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in als je nog niet geabonneerd bent.
abonneer even op mijn kanaal. Zou heel erg leuk wezen. We gaan langzaam naar de 1000 abonnees. Ik zou heel graag 1000 abonnees willen hebben. Dus Wilma, wil je me helpen? Doe dat eventjes. Ik zou het ontzettend leuk vinden om maar als je me even helpt. Want dus de eerder ik 1000 heb, kan ik tenminste weer live gaan. En dan kan ik ook in de Efteling eens een keer live gaan. En dat zou wel leuk wezen. Jeetje, wat een wind zeg. Dus, thanks for watching. En een groet hier vanuit een winderig Spijkenisse, laat ik het zo maar zeggen. Het is natuurlijk ontzettend, het waait ontzettend. Terwijl ik allemaal mensen zie kijken en mensen die van me voorbij lopen, die denken van, wat staat hij nou met een camera te doen? Ik sta te vloggen. Heb je dat? Oké, kijk, daar staat mijn gele autootje, daar zo. Daar staat mijn autootje. En dan ga ik lekker naartoe. Want ik vind het allemaal veel te koud. En deze woonwijk, dat is ook niet erg belangrijk. En mijn telefoon gaat weer af voor de 300ste keer. Ja, ik vind het echt leuk. In die groepsapp. Maar ik dacht dat ik hem op stil gezet had. Maar volgens mij gaat hij nou weer gewoon... elke keer gaat dat ding af. Dus... thanks for watching. Dat heb ik al 3 keer gezegd. En tot de volgende vlog maar weer. En die zal er binnenkort wel weer aankomen. Ik ga binnenkort wel weer een leuke vlog opnemen natuurlijk. Hier ook. Op de enige echte It's Ultrax. Kev Rijts. Echt waar. De enige echte. Kev Rijts die zegt elke keer de enige echte. Nee, ik ben de enige echte. Het is een beetje concurrentiestrijd altijd van ons. Hè? De enige echte en de enige echte. Nou, thanks for watching. Groetjes. En ik spreek jullie allemaal. Bye bye. Doei.